Meneer Slootmans, u heeft iets gezegd dat ik zeer ernstig neem. En ik zou graag van uw verheldering daarover hebben. U heeft gezegd dat diversiteit in het personeelsbeleid van de VRT dat een negatieve impact heeft op de programma's van de VRT. Ik zou u willen vragen om dat ofwel heel precies te definiëren wat u daarmee bedoelt, ofwel dat terug te nemen. Want dat pik ik dus niet, hè. Dat pik ik dus niet, hè. Dat soort uitspraken, dat gaat dus niet, hè. U gaat dat terugnemen of u gaat dat preciseren. Het gaat over een heel concreet geval, meneer de minister. U moet zich daarvoor zo kwaad niet maken. Het gaat trouwens over iemand van allochtone origine, die daar bij mij weten trouwens ook in de pers over heeft gesproken. Dat was haar mevrouw Diagire. Dat was naar aanleiding van de presentatie van de zevende dag. Een aantal mensen van de commissie zullen zich dat zeker herinneren. Waarbij mevrouw Ouachekli eigenlijk voorrang heeft gekregen toen op mevrouw Diagire. Hoewel mevrouw Diagire eigenlijk betere kwalificatienormen. Dus u zegt dat zij geen goede journalist is? Is dat wat u zegt? Nee. Collega's, mag ik even proberen een beetje de goede orde te behouden? Maakt uw punt. Daarna kan de minister als ze reageren. Geen probleem. Ik zeg gewoon wat ik me herinner dat mevrouw Diagire daar toen over heeft gezegd. En trouwens ook in de pers, u kan dat op nagaan. Dat er als gevolg van de diversiteitsquota inderdaad voorrang werd gegeven aan iemand die iets lagere competenties had dan zijzelf. Dat is alles wat ik daarover gelezen heb. Dat is een objectieve vaststelling die ik hier ten berde breng bij deze. Oké, dank u, minister. U heeft gezegd dat de diversiteitspolitiek in het personeelsbeleid van de VRT dat een negatieve impact heeft op de kwaliteit van de berichtgeving. U heeft dat niet aangetoond en ik vind het eerlijk gezegd schandalig dat u dergelijke zaken durft hier naar voren te schuiven. Ik vind het werkelijk een schande.